toen ik depressief was en ja, heel veel dronk, gaf me dat zo'n klote gevoel. Ja, je hebt het gevoel dat je dingen wil doen, je komt er zelf niet uit, je hebt de anderen voor nodig. En juist ook fijn dat vrienden er waren, vrienden die dan dingen met me gingen doen, die met me samen muziek gingen luisteren en wandelingen gingen maken en dan gewoon eigenlijk gewoon voor me waren. Dat was zeg maar iets wat, ja, voor mij is dat echt ontzettend belangrijk. Ik wil gewoon niet dat andere mensen zich zo hoeven te voelen. Dat is gewoon niet nodig. Dan wil ik de 125 marathons gaan lopen van de Noordkamer naar Palermo, om juist die positiviteit te verspreiden die voor mij zo belangrijk was. Ik wil juist dat mensen die positiviteit gaan voelen. Dat ga ik dan doen met geluksacties. En ja, die geluksacties zijn kleine lichtpuntjes voor mensen, zodat ze weer de weg kunnen vinden, zeg maar, naar iets wat weer iets moois kan bieden. En ja, dat is waar we het voor doen. Wil je meedoen? Dat kan. Door te rennen, door een camper te besturen of door te marcheren. Of heb je een ander gek idee? Laat het dan weten.